De chauffeur zelf ontbrak in de rechtbank vanwege trieste familieomstandigheden. Het vonnis van de rechter is een nieuwe domper. De rechtbank die verwijt de bestuurder van een monstertruck dat hij onvoldoende of eigenlijk geen rekening heeft gehouden met de risico's die aan de stunt kleefden. Hij heeft geen voorzorgsmaatregelen genomen, geen veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van het publiek te garanderen. Behalve de chauffeur werd ook de organisatie van het evenement gestraft. In dit geval een geldboete van 25.000 euro, maar dan wel voorwaardelijk. De stichting is een rechtspersoon. Dat betekent dat volgens de wet gevangenisstraf opleggen niet mogelijk is. Een werkstraf is ook niet mogelijk. Dan zit je in de sfeer van een geldboete. In dit geval is het een voorwaardelijke geldboete geworden. Omdat de rechtbank zegt, het weinige geld dat de stichting heeft, dat zien we liever gebruikt worden ter compensatie van het leed van de slachtoffers, dan dat dat in de vorm van een boete naar de staat gaat. De uitspraak werd onder andere gevolgd door enkele slachtoffers. Ik was in filmen en ik zag dat die monstertruck in één keer van die wrak afkomen en hij kwam in één keer recht op mij af.